Het verhaal, nadat een reeks schilderijen van de ongekende kunstenaar Vetril Deyazı toevallig gevonden worden, voert een bovennatuurlijke kracht wraak op diegenen in de kunstwereld die proberen te profiteren van zijn kunst, zoals kunstcriticus Moor van der Walt, kunstgalerijuitbaters Rodo Rahase en John Donton en tal van medewerkers. Ons verdikt, de reputatie van Dan Giorgi is tot op heden nog wat onduidelijk voor ons. Met Nachtcrawler had hij een dikke hit te pakken, maar met Romanje Israelesk ging hij de mist in, ondanks de namen zoals Denzel Washington. Netflix wist de beloftevolle Amerikaanse schrijver en regisseur te strikken voor een nieuwe film die de kunstwereld in twijfel trekt en met een indrukwekkende cast Jake Gyllenhaal, René Russo, Tony Collette, Tom Sturritte, Natalia Dier en John McAvoy wisten ze tot hiertoe reeds Sundance op stelten te zetten. Een ding is zeker, visueel zit een Dan Giorgi-productie altijd in een strak jasje en dat is ook niet anders met Velvet Buzzsaw, dat dankzij zijn verhaal barst van de symboliek. Bovendien heeft het plot dat in zekere zin een knipoog is naar Ghostbusters 2 ons vanaf de eerste minuten in een houtgrip en hield het ons een ruime tijd bezig. Maar na de verschillende killings die elkaar een gegeven moment te snel opvolgen, gaat het stilletjes aan bergaf met het einde van spijtig genoeg wat te wensen overlaat. De acteerprestaties van Jake Gyllenhaal, René Russo, Tony Collette en John McAvoy maken overigens het verschil in Velvet Buzzsaw en de talloze verwijzingen naar de kunstwereld met artiesten zoals Jackson Pollock. Anish Kapoor en Om Jan Hirst zijn om van te smullen. Tot slot is de satire soms wat zoek, hoewel de gewikte dialogen wel heerlijk bijdragen tot het hele gebeuren. Kortom, Velvet Buzzsaw is opnieuw een mooie release op Netflix. Hij had zelfs perfect in Belgische bioscopen gepast, net zoals 22 juli en Roma.